Een van de trendy plantjes van dit moment zijn succulenten en met name ook de Egeveria. Dat zijn deze. Je kan ze heel vaak zo kopen in een potje. Ze zijn ook heel leuk om te gebruiken. Maar wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, is dat ze niet als plant aanleveren, maar meer op deze manier, als snijbloem. Je kan ze bijvoorbeeld heel gemakkelijk op een pin vastzetten. Hij is natuurlijk ontzettend mooi om hem te verwerken in een bosbloem. Dan heb je echt iets verrassends. Maar ik dacht, als we nou eens een kerstkrans ermee gaan maken. En wat we daarvoor gaan doen is, je pakt een wat steviger ijzerdraad. Die knip ik enigszins schuin af. Die steek ik er wat dieper in. Dan pak ik het plantje wat ik wil gebruiken. En die steek ik hier erop vast, op deze manier. Nou, hoe maak je nou zo'n rosetje? Ik haal heel voorzichtig wat potgrond weg. Pak dan mijn schaar. Ik knip hem zo op deze manier af. Ik pak weer heel even het ijzerdraad. En dan hoef ik hem alleen nog maar op deze manier vast te prikken. Deze plant groeit van nature in de woestijn. En daardoor kan hij het soms nu zonder wortels wel 3 maanden tot 6 maanden goed blijven thuis. Je kan hem ook een klein beetje water geven door af en toe een keer te broezen, iets vochtig te houden. Dan gaat hij zelfs weer worteltjes maken en dan gaat hij ook weer verder doorgroeien. De basis heb ik nu hier gemaakt. Ik ga een beetje in die grijs tinten werken, dus ik leg hier zo wat Talantia tussen. Die kan je dan in dit geval ook weer even vastzetten op deze manier. Warm, heel eventjes dubbel, dat je dus op deze manier een krammetje gaat krijgen. En het enige wat je dan hoeft te doen is hem op de plek waar je hem wil vastzetten, eventjes vast te drukken. Dus ik heb wat van deze takjes gehaald. Ik knip het vaak meestal mooi kort. Ik doe het meestal met wat lijm, niet te veel. En die leg ik hem hier zo ertussen. Dan heb ik hier nog wat besjes. Die knip ik ook weer heel kort. En het voordeel is als je dus wat kleine beetjes werkt en niet in één keer hele grote stukken erop, dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt, want je maakt accenten op je krans. Dus ik wil hier een toef hebben zitten, die lijm ik vast. En zo ga ik het verdelen en dan zal je zien dat er eigenlijk heel veel van deze tak overblijft. Dus je kan er meerdere kransen mee maken. Ik heb hier nog een klein beetje van eucalyptustakjes liggen. Die had ik in een boeketje gebruikt en deze waren over, zijn er mooi ingedroogd. Die steek ik er hier nog een paar plaatsen tussen. Dat geeft ook die lekkere eucalyptusgeur. Zo. Nou, ik heb alles ertussen gedaan. Dan zie je al hoe mooi die krans is geworden. Als finishing touch. Dan vind ik toch altijd een klein beetje sneeuw eroverheen. Altijd toch wel lekker kijken. Zo, dan zie je met een beetje sneeuw dat je een hele mooie vergrijzende look hierin krijgt. Echt een eigentijdse winterse kerstkrans.